Goeiedag. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, wij denken elke dag, denken wij met de lunch, denken wij aan jou. Okay. Want ken je dit? Dit is Bauer yoghurt. Bauer yoghurt, ja, dat klopt. Dat ken ik wel. Dat ken je wel. Zoals als Bauer zelf ook is. Dit is een... Zoet. Een vol toetje. Als ik je zie, begin ik te dromen. Wij hebben hier in deze schaal zitten allemaal vragen die we hebben bedacht. Okay. En dan is aan jou de taak om daar gewoon lekker een beetje in... Er zitten een aantal strikvragen bij? Of, Wat voor een onderbroek heb je aan vandaag? Een onderbroek? Wat voor een onderbroek? Ben je van die kleurtjes, ben je verder kleurtjes, ben je printje erop? Is het gewoon wit of zwart of gewoon... Nee, ik ben wel een hele vrolijke Frans. Hè? Matchen met de sokken natuurlijk. Ik ben niet de man van de boxershorts. Vind ik echt heel vervelend, want dat kruipt naar alle kanten. Ik ben echt zeg maar zo'n, moet je zeggen, ik hou van lekker zittende broekjes. Alsjeblieft. De volgende. Nou, jij treedt nogal veel op tijdens studentenfeesten ook, hè? Dat doe je wel eens. Ook dat. En wat is nou het gekste wat je daar hebt gezien? Ja, ik heb ook alles gekregen in mijn carrière op het podium. Denk dan aan, net wat je zegt, onderbroeken tot aan leverworsten, tot aan... NRC heeft je uitgeroepen tot de gewone Nederlander. Ja. En nou is de vraag, wat is het gewoonste wat jij vandaag hebt gedaan? Ik ben dus wakker gekomen en toen gebeurde er een aantal hele gewone dingen. Ik deed mijn ogen open en toen zei ik, goedemorgen Maris. Daar begint het mee. Want het is, altijd zo vrolijk, 's ochtends direct. Altijd, ja, gelijk vrolijk. Ja. En toen hoorde ik zoiets van... Ja. Ken jij de pagina op Facebook elke dag dezelfde foto van Frans Bauer? Die ken ik. Elke dag krijg je dezelfde foto te zien. Ja. Wat vind je ervan? Wat vind je een goede foto van jezelf? Denk je nou van, ze hebben echt een goede foto uitgekozen? Nou, ik vind het onvoorstelbaar dat elke dag zo bijgehouden wordt. Kijk, jij bent altijd een beetje bezig met je gewicht, hè? Een beetje afvallen proberen. Maar dan is de vraag, wat ga je vanavond eten? Hou je het een beetje vol? Ik zou je zeggen, ik ben de laatste twee jaar ben ik helemaal niet meer bezig met diëten. Ja. Ik eet eigenlijk alles wat ik wil eten. Alleen op een kleine bord. Eerst had jij nummers als kippiebal. Ik wil springen met mijn kippiebal. Een beetje de meezingertjes en zo. En nou, het nieuwe album is toch wel veel serieuzer. Hoe heeft dat met je leeftijd te maken? Zit je een beetje in de midlife crisis? Hoe komt dat nou? Nou ja, weet je, ik kom net uit een midlife crisis. Hè? Sommige mannen hebben dat met motoren. Ik had dat met skippiebal. Ik wil springen met mijn skippiebal. Ik ben al 44. Je zou het niet zeggen. Ik zou het niet zeggen. Ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Jij mag blijven. Ja. Je bent echt een topper. Ja, ja. Maar ja, op een gegeven moment dan denk je bij je eigen van... Ja, ik moet gewoon serieus muziek maken. En dat past ook beter bij me. Nou, mensen, bedankt voor het kijken. Hey, ja, heel erg bedankt. Heel veel succes op de radio. Voor de moeite. En dan... De vraag die mag je zelf weer eigen beantwoorden. Is goed. Ga ik doen. Doeg. Hoe vind je het nou dat Frans Bauer zo meteen hier in de studio... aanwezig zou zijn. In mijn verschrikkelijke bestaan hier bij de Omroep zijn dit echt de krenten in de pap. Hier leef ik helemaal van op. Ik ben zo goed in handtekening zetten dat ik het zelfs met een gesloten ogen kan. Daar gaan we. En die wijkt ook niet af. Ik heb eigenmaakte baanbal al 65 jaar, hoogstaat in Dwellen. Ja, en dan komen wij voor de aflevering. Foto maken van ons. Zou jij een foto kunnen maken van ons? Dag. Kan niet beter. Top. Doeg. Doeg. Doeg.